zult ook wel merken dat het samenwerken in teams steeds belangrijker wordt. Teams zijn steeds korter bij elkaar. De uitdagingen waarvoor ze staan worden steeds groter. En de eisen die aan de teamleden worden gesteld worden ook steeds groter. Daar geef ik presentaties over. Ideaal als je dus ook nog kan switchen tussen die twee of drie instrumenten. Dat maakt jou anders. In 1991 ben ik als zelfstandige begonnen. Ik heb toen mijn onafhankelijkheidsverklaring getekend. En in die tijd tot en met nu heb ik een viertal bedrijven opgericht, waarvan ik er twee inmiddels succesvol heb kunnen verkopen. Maar bij die bedrijven is samenwerken altijd een van de belangrijkste succesfactoren geweest. Dus alle theorieën, alle concepten die we van buiten hebben gehaald of die we zelf hebben ontwikkeld, hebben we eerst ook toegepast voordat we ze bij onze klanten hebben kunnen toepassen. Ja, en dat maakt wel dat je op een andere manier op het podium staat en over dit soort dingen spreekt. Tijdens mijn presentaties maak ik gebruik van muziek als metafoor. En daar heb ik twee belangrijke redenen voor. De eerste is, muziek zit in mijn DNA. Als klein jochie werd mijn moeder helemaal gek ervan dat ik zeg maar, tijdens ontbijten of tijdens de lunch of bij het avondeten op alles wat los en vast zit zat te trommelen. En mijn eerste ervaringen, mijn eerste mooie ervaringen met samenwerken heb ik ook opgedaan in bands tijdens het maken van muziek. Daarnaast is muziek een heel mooi hulpmiddel om zeg maar, af en toe complexe materie op een eenvoudige en luchtige manier over te brengen op het publiek. Iedere presentatie die ik geef is maatwerk. Dat wil zeggen dat ik graag van tevoren een intakegesprek met u heb, waarin we gaan kijken van waar staat u, waar wil u naartoe. Maar vooral dat we ook aan de hand van een checklist gaan kijken van wat zijn er de belangrijkste elementen die we in onze presentatie naar voren moeten laten komen. Ik heb een uitgebreid repertoire en wij kunnen daar een aantal modules uitkiezen die ervoor zorgen dat de interactie met uw publiek precies diegene wordt die u zich voorstelt. Wat ik namelijk heel bijzonder vind en waar ik echt van droom, is dat mensen hun talenten niet alleen ontdekken, maar ook kunnen ontwikkelen in een team. Dat we teams bouwen die daadwerkelijk naar elkaar luisteren, die zich op elkaar willen afstemmen en die elkaar willen helpen. Waar ik heel erg trots op ben, is op Team Talent Training. Dit e-learning platform heb ik ontwikkeld samen met een aantal andere experts om jullie via masterclasses en oefeningen daadwerkelijk alles in handen te geven om ervoor te zorgen dat je ook die skills in de praktijk kunt omzetten. Dat kan op je tablet, dat kan op je smartphone, dat kan achter je desktop. 24 uur per dag, 7 dagen per week vind je daar alles wat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen voor een effectief team. Als u meer wilt weten, kunt u me altijd bellen. Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken.